De laatste roman die ik geschreven heb en die vorig jaar, 2015, is verschenen, heet Liefde bij wijze van spreken. En het gaat over een broer en een zus die hun ouders verliezen wanneer ze nog tieners zijn. En vanaf dan samen gaan wonen in een huis dat ze geërfd hebben. En op een bepaald moment daagt er een derde personage op in het boek. Een gemeenschappelijke vriend van hen beiden, een homoseksueel. En de zus, het is een jongen en een meisje, de zus wil om een of andere reden een kind van die homoseksuele jongeman. En de broer is om een of andere al even ondergrondelijke reden plots verliefd op die homoseksuele jongeman. En hun beide plannen botsen natuurlijk met elkaar. En zo komt het dat ze elkaar opnieuw geheel uit het oog verliezen. Er wordt een kind geboren. Dat kind zal sterven. Het is een bijzonder tragische roman. De ene jongeman zal zelfmoord plegen, maar niet nadat de eerste iets vreselijks heeft gedaan met de andere jongeman. De reden waarom ik nu zo'n donker en duister verhaal wilde schrijven is dat het eigenlijk gaat hoe doorheen al die troebele gebeurtenissen heen, hoe toch de zoektocht naar het ware en oprechte ik achter het sociale, getroubleerde en gepassioneerde ik bepaalde mensen op de been kan houden en tot buitengewoon poëtische resultaten leiden.